Happy Vlogmas Day 6, guys. Vandaag ga ik weer vloggen. Ik ben net 10 minuutjes wakker of zo. Het is half. Het is nu 10:45. Ik ben om 10:30 wakker geworden. En ik heb lekker uitgeslapen voor een keer. Mijn computer staat al aan. En ik ga zo meteen de vlog van gisteren editen. Want daar ben ik gisteren dus niet aan toegekomen. En het is vandaag 5 december. Dus het is pakjesavond vanavond. Maar wij vieren het morgen. Ja, ik ga dus nu heel even de vlog editen van gisteren. En ga ik lekker ontbijten en klaarmaken. En dan gaan we om een uurtje of 12 uur, om 1 uur gaan we richting het Alexandrium. Dus dat wordt ook leuk, want dan ga ik even gaan we bij de Primark even kijken. En misschien, als ik wel heel veel heb gekocht, dan neem ik wel een shoplog op. You never know. Ik ga dus nu even editen. En ik zie jullie zo weer. De vlog is aan het uploaden. Of aan het opslaan. Ik heb er in totaal iets van 20 minuten over gedaan. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Ik heb er 20 minuten over gedaan ongeveer. Over de vlog. En dat is voor mij een record. Want andere YouTubers doen er echt gewoon een uur over. En ik doe het gewoon in 20 minuten. Maar dan wil ik het wel gewoon perfect hebben. En dat vind ik wel chill. Want ik kan het eigenlijk binnen 5 minuten doen. En hij heeft weer een beeld niet opgeslagen. Oké, dit ga ik even fixen. Misschien zo. Ik vind hem zo wel leuker, eerlijk gezegd. Dus dan sla ik hem zo op. Even kijken. Oh, hij heeft gewoon alles niet opgeslagen. Oké, dit ga ik even fixen. Naar Rotterdam. We gaan lekker winkelen. En dat wordt super cool, dus... Ja, korte mededeling uit de wc in de HEMA. Ik sta even in de HEMA en ik ben aardig geslagen bij de Primark. Ik ben geslagen bij Kruidvat en ik heb even worstbroodjes gehaald bij de HEMA. En ik laat thuis wel allemaal zien wat ik heb gekocht. Ondertussen krijgt er een kind erheen. Maakt niet uit. Dus ja, ik ga weer verder shoppen en dan zie ik jullie zo wat erin zit. Nou, ik ben dus weer een tijdje thuis. Ik heb gegeten en ik ben weer naar het ziekenhuis geweest. Zoals bijna elke dag. En vandaag was best wel een leuke dag. Naast me staat een tas met van de Primark. Best wel veel geshopt. Ik zit er even over na te denken om daar een aparte video van te maken. Een shoplog of nu allemaal even te laten zien. Ik zit even te denken. Want als ik het vandaag doe, dan ga ik er morgen geen video over maken. Ik twijfel heel erg. Ik denk dat ik het gewoon in deze vlog doe. Want ik heb niet zoveel gefilmd. Dus ik dacht, dan doe ik het gewoon hierbij. Dus ik laat jullie nu alles zien wat ik heb gekocht. Ik zet jullie heel even op het statief. Want ik heb geen zin om echt alles echt te sorteren en zo. Dus ik ga gewoon daar zitten. En ga ik even mijn setting opbouwen en dan zien jullie zo wat ik heb gekocht. Ik zit dus weer klaar voor. Ik ga de shop nog doen. Ik heb onder andere geshopt bij de Primark. En ik heb onder andere geshopt bij de Coolcat en zo. En bij Kruidvat. Oké, laten we daarmee beginnen met de Kruidvat. Daar kocht ik als eerste deze twee Nivea deodorants. Invisible voor Black White. En dit is Clear en dit is Pure. Ik heb geen idee wat nou het verschil is tussen deze twee deo's. Maar het was 1+1 gratis. En je kreeg er ook nog een DVD bij van €9,95. Je kon kiezen uit een Sinterklaasfilm. Despicable Me. Expectables. En Harte Straat. En ik heb uiteindelijk gekozen voor Expectables 3. Want de andere twee had ik al. Of andere drie had ik al. Dan gaan we naar de Cool Cat. En dit had ik al aan net. Even snel naar het ziekenhuis. Heb ik de hele tijd met dit. Oh mijn god.
Oké, deze. Dit is een soort van een shirtje, een vest, whatever. Hoe je dit kan noemen. Dit is dan zeg maar zo'n vest. Super lekker zacht. En die was afgeprijsd voor maar 10 tientje. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan heb ik een sjaal gekocht. Dat is deze. En ik zocht al best wel een lange tijd naar een rode sjaal. Met echt dit soort patroontjes erin. En toen kocht ik deze bij de Coolcat vandaag. Hij is best wel lang eigenlijk. En er zit hier leer. Dus dat is ook wel heel erg chill. En er staat hier wat op, maar ik weet niet wat. En deze was officieel 20. Toen ging er 50% korting af. Toen was hij 10. En toen bij de kassa kwamen we erachter dat hij nog een keer 50% eraf was. Dus eigenlijk 5 euro hebben we betaald voor een sjaal. Dan gaan we over naar de Primark. Oké, daar kocht ik als eerste deze schoenen. Ik zocht zwarte schoenen. En ik heb uiteindelijk 2 paar gekocht. En die andere paar laat ik zo wel zien. Maar ik kocht dus eerst deze zwarte schoenen. Super mooi. En de binnenkant heeft ook een best wel een apart patroontje. En ik ben er super blij mee. Ze lopen best wel lekker. Alleen ik moest ze wel een beetje inlopen. Want ik heb ze al aangehad even. Maar prima schoenen. En deze waren volgens mij 23 euro. Dan kocht ik een jas slash vest. Dat is deze. Deze geworden. Het is een beetje zo'n precies dezelfde print. Een beetje als de sjaal. Maar ik vond deze zo leuk. En hij zit ook goddelijk. En deze was over 10 euro. En als eerste heb ik de foute kersttrui ever gekocht. Het is van Frozen. Dan denk je van oké, leuk. Frozen trui, top. Maar het is dit. Het is deze trui geworden. En hij heeft hier zo'n... Ja, wat is het? Een pain. Maar dat steekt dan uit. En ik vond hem echt super grappig. En deze was 19 euro. En ik heb hem in 2 keer XL gekocht. Omdat hij dan lekker baggy zit. Dan heb ik nog andere schoenen gekocht. Dat zijn deze. Deze schoenen. Echt super vet. En deze waren 23. En dit heeft geen mooi patroontje, maar ze lopen echt super lekker. Oké, dan de volgende. Dat is dit witte shirt met zwart. Echt super nice. Super nice. Dit shirt wilde ik ook al in het rood. Rood met zwart, maar die hadden ze niet meer. Dus ik dacht, nou oké, zwart. Super nice. En dan heb ik ook nog 2 broeken gekocht. Maar die moet ik nog passen. Omdat ik niet weet of ze echt goed zitten. Als eerste kocht ik... Het zijn allebei skinny jeans. Als eerste kocht ik deze. En dit is dan zo'n stretch-achtig stofje. Echt super leuk. En een beetje lichtblauwe kleur. En deze was 13 euro. En dan heb ik nog deze gekocht. En deze is maat... 34, lengte 30. En dat vind ik ook wel heel erg chill. Nou, dit is alles wat ik heb gekocht vandaag bij de Primark, Coolcat en de Kruidvat. En ja, zoals jullie kunnen zien. Oh, ligt het nu hier? Echt, ligt het nu daar? En ik ga nu de beelden importeren. Dus dat vind ik leuk. En ik heb ook nog appelsap gekocht van die Hero. Die ik verleden jaar ook in de vlogmasvideo's heb laten zien. En ondertussen, als ik aan het editen ben en het is klaar, dan gaat hij opslaan. En dan ga ik lekker video's kijken op YouTube. Want het is nu 9:15. En natuurlijk ga ik nog niet de vlog afsluiten. Want ik ga zo meteen waarschijnlijk taart eten. Dus daar heb ik zin in. Oh my god. Het was Sinterklaas taart. Dus dat is wel super zoet. Dus ik ga nu even de beelden importeren al voor een deel. En dan zie ik... Struggle is real. Ik wil net mijn telefoon in de lader gooien. Omdat die moet opladen. Gebeurt er dit? Dit is dus afgebroken van dit. Oh, ik haat dit zo erg. Mijn oplader was gewoon 10 euro en hij is nu gewoon kapot. Echt. Kijk dan. Dit is het merk trouwens van Grieks. Nou, kan ik weggooien. Fijn. Nou, ik heb dit net de film Sint gekeken.
En dat is best wel een enge film. Vond ik. Ik heb helaas de taart niet meer kunnen filmen, want het was zo lekker. Maar het was echt heel lekker. Mijn oplader is officieel dood, dus ik moet morgen een nieuwe gaan kopen. Maar gelukkig heeft mijn zusje ook een iPhone. Met precies dezelfde oplader. En dus ik heb hem nu helemaal opgeladen. En dan laat ik hem gewoon helemaal losgaan. Vanavond of morgen, wanneer die leeg is. Maar ik ga nu even de vlog editen. En dan zie ik jullie morgen weer bij echt pakjesavond voor mij. Nou, tot morgen guys. Doei doei.